Er zijn bijzondere beroepen die je niet eens kent. Aan mij de taak om zo'n vak een dag lang uit te proberen. Vandaag worden mijn groene vingers getest, want ik ga aan de slag als bloemencorso-bouwer. Voor dit beroep mag ik me melden bij een grote tent in Zundert, in het zuiden van het land. Het is al een en al bedrijvigheid hier. Wat is dit nou? Moet je nou kijken? Het is gewoon een industrie. Het is gewoon bizar. Na wat rondvragen kom ik erachter dat Johan helemaal boven op de steiger te vinden is. Johan. Hoi. Hallo. Dag. Welkom. Klaas. Ja, hoi. Johan van de Kloof, bloemencorso bouwen. Ja, zeker. Hart en nieren. Johan is geboren en getogen in Zundert en werkt al zolang hij zich kan herinneren aan corsowagens. Het bloemencorso is een van de grootste bloemenspectakels ter wereld. Al meer dan 80 jaar strijden de verschillende buurtschappen met elkaar om de mooiste wagen. Hoeveel mensen zijn er aan het werk hier? Ik denk nu ongeveer 200. 200? Ja, 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 verschillende afdelingen. Het lijkt natuurlijk een heel groot mierennest, is het ook, maar het is wel georganiseerd. Over 3 dagen moet de wagen onder deze stijgers klaar zijn voor de optocht. Het ontwerp is gemaakt door een aantal kinderen uit de buurt, metershoge sokpoppen. De basis wordt gemaakt van een frame van papier-mâché. En daarbovenop komen de bloemen. Ik heb voor u een hamer. Een hamer? Ja, dat is een tikhamer in vakjargon. Goed aansluiten, prima. Dat is een mooie voor het randje. Hey, hoeveel bloemen zijn er nodig? Op onze wagen gaan dit jaar ongeveer 350.000 dahlia's. 350.000? 350.000. Nou, dat is nog aardig doortikken. Ondertussen gaat mijn buurman echt als een speer. Maar hij heeft een geheim wapen. Wat doe jij dan met je duim erin gewoon? Ja, dat kan ook. Er zit een muntje van 50 cent onder, ja. En duct tape. Gaat veel sneller. Gaat veel sneller. Ja, dit is van vroeger eigenlijk. Ja, dat is authentiek. Johan? Klopt. Tik hem aan. Tik hem aan. Met mijn nieuwe gadget werk ik samen met de andere bouwers nog tot in de late uurtjes door om de wagen op tijd af te krijgen. Drie dagen later is het dan zover. Het wereldberoemde bloemencorso in Zundert. Alle 20 wagens staan klaar voor de start. Waaronder die van mijn team. Zo. Hij is klaar, man. Ja, geweldig, hè? Wat is die fantastisch geworden. Ik had natuurlijk geen idee, totdat hij uit de stijgers kwam, hoe het eruit zag. Aha, inderdaad. En moet je nagaan, dadelijk gaan we rijden. Ja. En er komt er beweging bij. Ja, want bij het vak als corsobouwer hoort ook het duwen van de wagen. Hoe zwaar is het? Heel zwaar. Ja? Ja. We hebben 1 ronde. Ja? En dat is bij elkaar een goede 5 kilometer. Spannend, man. Ja, hè? De optocht gaat beginnen en iedereen is erop gebrand om met de eerste prijzen vandoor te gaan. Best heel zwaar dit. Ja! Het is echt niet normaal. Het voelt een beetje alsof we een vrachtwagen voortduwen. 50 meter. Ik ben kapot. Wat een prachtig gezicht. Al die duizenden mensen langs de kant die genieten van die enorm mooie praalwagens. Kom op! Ah! Ah! Maar die enorme sokpoppen duwen valt nog niet mee. Zeker niet als de weg een beetje omhoog loopt. Kom op! Kom op! Laatste stukje. Kom op! Ja. 2 meter. Ik ben er bijna. Holy moly. Dat is echt topsport. En na een middag vol topsport komen we aan bij het laatste en belangrijkste stuk van het parcours. Daar krijgt onze corsowagen de punten. De straat heeft 565 punten gehaald. Eindigt daarmee op een 4e plaats. Yeah! Yeah! Gefeliciteerd. Lekker. Johan. Hey, maat. Bedankt, hè. Wat een ervaring. Leuk, hè? Ongelooflijk. Ja, had niet gedacht, hè? Zoveel inzet van zoveel mensen. Belangrijke vraag aan het eind. Denk jij dat ik door kan als professionele corso-bouwer, man? Jongens, denken wij dat Klaas een corso-bouwer is? Yeah! Okay. Applausje voor jezelf! Yeah!
Nou, dat verdient toch op zijn minst een bloemetje. Lekker dat je kijkt naar Klaas kan alles. Wil je nog meer beroepen zien? Klik dan even hier. Hier kan je abonneren en daar vind je nog allemaal andere gekke opdrachten. Doorkijken, veel plezier!